Ik kan het van hieruit niet goed zien, maar waarschijnlijk staat het leeg. Dit is toch wel een imposante gebouw. Veel leuke huisjes hier. Dure energierekening. Vermoed ik. Beste mensen, ik ben in Roosendaal beland. Kasteel Roosendaal, om precies te zijn. Een stukje jeugdsentiment voor mij. Ik kwam hier als kind wel eens met mijn ouders. En ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. Wat ik me nog kan herinneren van vroeger was de bedriegertjes. Ja, dat zal ik u zo meteen laten zien. En ook van binnen is dit gebouwtje mooi om te zien. Nou, hier kan ik me dus helemaal niks meer van herinneren. Dat is echt fantastisch. En dit, beste mensen, vinden kinderen natuurlijk hartstikke mooi. En ik ook. Oh. Ik was dat ik er niet in. Het is best wel glad. Maar ik heb het gehaald. Oké, beste mensen, dit zijn ze dan, mijn jeugdherinneringen. De bedriegertjes. En als je hier dus doorheen loopt. De kans dat je nat wordt, want je weet namelijk niet waar, maar onverwachts spuiten er stralen en water uit de grond. En als kind vond je dat natuurlijk fantastisch. Ga het nu niet doen, want de camera die mag natuurlijk niet nat worden. Ik weet nu natuurlijk als volwassene wel hoe het werkt. Kijk. Hier zit een sensor, ga ik hier met je handbank. En dan word je nat. Echt heel leuk. 30 jaar geleden. Zoals ik al zei, ook aan de kinderen wordt gedacht in dit park.
een hangbrug waar je hard overheen moet lopen. En ook vissen in de vijver, zoals je ziet. Super mooi hier. Echt een mooie fietspaden midden door het bos. Op de Veluwe. Of in de Veluwe, hoe je het ook wil doen. Alleen ik had er geen rekening mee gehouden dat het bultje op, bultje af is. Oeh. Kijk eens, de paden lopen hier gewoon in het bos rond. Echt mooi. Super mooi hier, mensen, maar het is wel erg vermoeiend, die heuvels. Prachtig standbeeld van Simon Carmichelt en zijn vrouw. Bijna surrealistisch als je hier zit. Toen ik dit net zag, had ik geen idee wat het zo. Wat het moest betekenen, maar de titel is de IJssel. En dan begrijp ik het iets meer.
Als je dat niet doet.